Heel veel mooie initiatieven natuurlijk. En door de maatregelen om het virus tegen te gaan, neemt de eenzaamheid onder natuurlijk vooral de ouderen en de kwetsbare mensen snel toe in de samenleving. Daarom is Paola Hogevorst uit Al van der Rijn een actie gestart. Dat vind ik heel leuk. De Stoepkrijt Challenge. De bedoeling van dit initiatief is dat kinderen een tekening maken op de straat om eenzame mensen weer een beetje op te vrolijken in deze zware tijden. Ja, Paola, goedemiddag. Wat een te gek initiatief. Ja, dankjewel. Waanzinnig. Hey, die Stoepkrijt Challenge klinkt in eerste instantie als iets waar alleen kids aan mee zouden mogen doen. Ben je stiekem zelf ook al even bij je bezig geweest? Ja, ik zou het leuk vinden voor het kind in mezelf. Ja, ik ben zeker bezig geweest. Ik ben bij mijn ouders gaan tekenen. Ik had het aan mijn neefje en nichtje gevraagd. Maar die zeiden van nee hoor, dat doen we niet. Dat is, wij zijn pubers, dus dat doen we niet. Wat heb je gemaakt, Paula, voor je ouders? Ik had gezegd, we missen je, ik mis je en hou vol. Dat is een mooie tekst. Ja, mijn tekenkwaliteiten zijn niet zo goed, maar een tekst schrijven kan ik wel. Wat leuk zeg. Maar zie je veel foto's ook voorbij komen van mensen die dat doen zijn of niet? Wordt het massaal gedeeld? Echt onwijs veel. Echt ook hele mooie reacties erbij. Hartjes, regenbogen, tekeningen. En ik zag er bijvoorbeeld eentje en daar schreef mijn vrouw bij. Oh, het was zo hartverwarmend, want mijn man heeft longkanker. Die is daarvan aan het herstellen. En nu kunnen wij dus echt allebei niet naar buiten. Ik ga ook niet naar buiten om mijn boodschappen te doen. Dus toen mijn kleinkinderen dit kwamen doen, moesten ze zo erg huilen daarvan. Mooi. Ja, dus dat zijn wel de mooie dingen waarvoor je het doet. Je moet ook een beetje het weerbericht in de gaten houden, hè? Want je zou me net een hele giraf getekend hebben en dan gaat het plensen. Dat plans bij je. Maar goed, dan zit je de komende dagen goed volgens mij, hoor, qua weer. Ja, het wordt zondag 19 graden. Ja, heel goed. Kinderen naar buiten kunnen. Prachtige stoepkrijdag. Maar kinderen willen even één ding, niet op de muren. Hoezo dat is wel even. Oh, ben jij zo'n buurman, ja? Ben jij zo'n buurman die de voetbal lek prikt als hij over de schuur? Nee, dat niet, maar niet op mijn muur. Hey Paula, waar kunnen mensen dit delen met elkaar? Daar is een speciale Facebookpagina voor. Dat heet Stoepkrijt Challenge Samen Tegen Eenzaamheid. En daar staat ook een, bovenin die pagina staat ook een bericht waar mensen kunnen aangeven van ik zou wel graag dat er bij mij een stoepkrijttekening gemaakt wordt of ik wil wel ergens een stoepkrijttekening maken. Ja. En er is nog een website, stoepkrijtchallenge.nl met allerlei stoepkrijtchallenge.nl. En onthoud dus goed bonuspunten als je de muur van Dennis eronder kapt. Ja. Absoluut, voor het goede doel vind ik dat helemaal goed. Ja, super bedankt. Mag ik jou uitdagen en ook een tekening te maken en te delen op social media, hashtag stoepkrijtchallenge. Tuurlijk, ik zie dat hij samen met mijn zoontje. Ik ga dat regelen, Paul. Ik vind het een supermooi initiatief. Succes ermee, dankjewel. Super bedankt, hoi. Ja, en dan door met de